live vanuit Waalwijk, het grootste elektronische circus ter wereld. Willem Ruijs presenteert VARA's Sterrenshow! En hier is uw ster, Willem Ruijs. Dank u wel. Uren van spanning zijn dat. We hebben gewacht. Hartelijk welkom thuis. We lopen een beetje te janken achter, maar dat mag. We zijn moe. We moeten beginnen en ik weet niet goed hoe ik moet beginnen. Je zit dan aan je bureau ook te denken van hoe zal je nou een opening maken. Dat we vorige week zulke prachtige orkesten hebben kunnen laten zien. En ballet en alles. En dan denk je zo'n hele week na. We hebben vannacht zonder stroom gezeten. De kachels zijn uitgevallen. Het water in de camper was bevroren, dus ik heb hem voor het eerst niet echt kunnen wassen. Maar u ziet het verschil toch niet, hè, na al die jaren, wat dat betreft. Maar ik zal u zeggen, we hebben er ontzettend veel zin in. Het is jammer dat het iets later is. Wat er allemaal gaat gebeuren, weten we ook niet. Het enige wat ik denk bij mezelf is, hoe zal ik nu eens openen? Mooier kan het bijna niet. En zittend achter je bureau denk je dan, ja, hoe moet je dat nou doen? Een tweede sterrenshow, Piet. Je weet soms niet hoe te beginnen, zoekt uren achter je bureau. Het is iedere week opnieuw verzinnen, hoe open je een show? Jij alleen met orkest, met ballet erbij lijkt ons het best. Wordt nu toch wel tijd dat jij tot een besluit komt. Maar hoe meer de tijd verstrijkt, het is een wonder maar dan blijkt. Het zal je toch maar overkomen, in Waalwijk zonder een entree. Besluit is steeds nog niet genomen, wie heeft er een idee? Nu een spel heeft geen zin, nu wat zij verstrekken evenmin. Denk dat hij er nu voor het eerst een keer niet uitkomt. Al maakt hij zich nog zo kwaad, voor een lied is het te laat. Maar om nou nog te gaan zoeken heeft geen zin. Dus beschouw het lied van net maar als begin. Dank u. Het wordt een fantastische sterrenshow, want u mag doorgaan. Hier zijn de sterren van vanavond. Ja! De sterrenshow gaat mensen een kans geven. Uit Hellevoetsluis. Moeder en dochter Truus en Nancy Klaver met papegaaien. Dochter Nancy presenteert ze. Moeder Truus is ladyspeaker. En wat als er iets aan de strijkstok blijft hangen? Dan zal Truus een reis maken en Nancy stopt geld in haar mannequinopleiding. U gaat duimen voor Truus en Nancy Klaver. De Sterrenshow gaat mensen een kans geven. Ons echtpaar uit Assendelft, Dia en Hajo Strik. Dia neemt de wens voor haar rekening. Zij is amatrice operettezangeres. Maar ook de Beatles zijn haar lief. Zij maakten een combinatie van twee genres, de titel Beatles Barok. Na de eerste ronde krijgt zij steun van Hajo. De stemmen voor geldprijzen, hun twee kinderen zullen daar wel raad mee weten. Met die twee zeggen wij,
Succes, Kia en Hajo Sprik. De Sterrenshow gaat mensen een kans geven. Uit Den Haag komen Mirjam en Glenda Spier. Geboren in zonnig Suriname. Tweemaal zon in een winters Waalwijk. Hun wens, samen acteren in een reclamespot. En wie weet, rijdt Mirjam straks in haar gedroomde auto. Wie weet, zet Glenda straks een leuk bedrag op de bank. Onze beste wensen vergezellen Mirjam en Glenda Spier. En wat een heerlijk publiek in Waalwijk. Het vriest geloof ik min 15 al, maar wij blijven warm hè, in de tent. Nou is het probleem dat we een trekking hebben gedaan voordat de rechtstreekse uitzending kon beginnen. En dat betekent dat de trekking in zijn totaliteit al reeds op het bord achter mij staat. Want een snelle witte van de Rijkspolitie, we hadden hem al eerder verkocht deze, die is onderweg met die band. Maar dat hoeft dus nu niet meer. Het betekent dat u een trekking krijgt. Ja, een trekking krijgt. En ik kan wel twee klappen geven en dat doe ik dan ook. En dan zal ik er twee noemen en dan zijn dit de eerste twee sterren. Dan kan je thuis gaan opschrijven, dat is misschien beter dan het afkrabben. Dan kunt u het ook bijhouden. Hier is ster 1. Maar er gebeurt dus nou niks, want die staat er al. En dit wordt dus ster 2. En dan hou ik het even bij. En de letters, u kijkt thuis natuurlijk heel spannend, want hij is er al, zijn B en D. Verder ga ik nog niet, hè. Dus B en D zijn de letters in de resumé. En de letters zijn, of de sterren zijn 1 en 2. Dat is een beetje wennen natuurlijk, want thuis zit je natuurlijk te zijn. Laat ik het mij vermakkelijk maken voor u allemaal. Ik zal hem helemaal geven, dan zijn we daar in ieder geval vanaf. Dan kun je thuis gaan krabben en dan kan je daarna weer naar het andere net toe als u dat wil. Maar ik denk het niet, want het wordt een leuke show vanavond. Hier komt de totale trekking in één klap. Daar gaat hij. De sterren die we trokken vanavond zijn 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13... 18, 19, 22 en 23. De letters daarbij horend zijn B, D, E, H, L, M, N, O, S, U, X, Y. Als het thuis allemaal te snel ging, geen probleem. Ik zal de volgende keer weer de hele trekking voor u vertellen. Liefste wensen van mensen hebben we gekregen. Veel mensen willen natuurlijk praten met hele beroemde mensen. Truus en Nancy Klaver hadden in eerste opzet een contact willen hebben met Blake Edwards van Dynasty. Die hebben gebeld. We hebben hem persoonlijk heb ik hem aan de lijn gehad, Blake. Maar hij kon niet komen. Dat kan gebeuren natuurlijk. Dus ik zei tegen Nancy, we hebben een act voor je. Misschien vind je dat leuk als liefste wens om dan toch te kunnen stralen als ster. Het gaat met papegaaien en tenslotte wie ziet het verschil, laten we eerlijk zijn. Maar het is een prachtig variété-nummer. Ze hebben erop gerepeteerd. Het is werkelijk hun première. Zij stralen als ster. Ik stel uw hooggeëerd publiek voor aan de papegaaien en Truus en Nancy Klaver. Goedenavond, dames en heren. Een heel hartelijk welkom hier in Waalwijk. Mijn assistenten Nancy, de papegaaien, William, Pablo, Pepe, Tom en Jerry en meneer Jansen. We gaan deze avond heel feestelijk openen met Pepe, die gaat namelijk de vlag in top hijsen. Daar is hij heel gewienst in, kijkt u mij. Hij doet het heel erg goed. Pepe! Dan krijgen we nu Jerry. Jerry is een hele tijd in Amerika geweest en die heeft het rollerskaten daar geleerd. Nou, wij moesten voor hen dus kleine rolschaatsjes kopen. En kijkt u maar naar Jerry. En als hij heel goed zijn best doet, mag hij meedoen aan de kampioenschappen. Jerry! Een rekenbonde. Want Tommy kan heel goed rekenen. Niet zoals wij hoor. Nee, hij doet het met een bel. En we gaan hem uitproberen, want niemand zal het misschien geloven. Maar we kijken wat hij doet. Ik zal even in het publiek. Meneer, u lijkt heel erg wiskundig. Een getal onder de 10 alstublieft. 7? Ja? Tommy, hoor je het? Die meneer zegt 7. Probeer het maar. Niet aan Jerry vragen, want die weet het toch niet. 7, Tommy. 7,
7. En dat is niet alles, want Tommy kan ook optellen. Mevrouw, een getal onder 7, optelsommetje onder de 10. Zeg u het mij. 3 en? Tommy, 3 plus 2. Probeer het mij. Niet af laten leiden. 3. Nog 1. 5. Dat was Tommy. En dan nu. De wegpiraat. Onze Pepe. Die heeft namelijk een paar weken geleden zijn rijbewijs gehaald. Nou, dat heeft ons heel wat geld gekost, want hij wou direct een nieuwe auto. En die heeft hij dan ook gekregen. Maar hij gaat elke dag de hoort op. En het kost heel wat benzine. Waar hij ons nu mee naartoe neemt, we zien het wel. Kijk die gaan, dames en heren. Kijk die gaan. En hij vliegt door de bocht. Hé, hey, wat krijgen we nou? Motorpech. Wat? De benzine is op. Ja, je zal zelf moeten tanken hoor, want dat doe ik niet voor je. Eens kijken hoor. Ja. Yeah. Zo. De benzinetank weer vol. Instappen en wegwezen. Kom op, Pepe. Ja, waar gaan we naartoe? Op naar de volgende sterrenshow. Dat waren ze. Mijn assistente Nancy, de papegaaien. Houdoe. Fantastisch. Hallo jongens, hebben jullie erg in de zenuwen gezeten achter met al dat gedoe? Nou, een beetje wel, ja. Je dacht dat het niet doorging, hè? Nee, dat dacht ik zeker. Ja, ik dacht het ook zeker. Ik zat ook in de zenuwen. Ik dacht, het gaat nooit door meer, maar het gaat door. Ja, je bent nou op tv, goed, hè? Hou je veel van dieren, Nancy? Erg veel. Heb je zelf wat? Sprekende parkiet en een hond. Sprekende parkiet? Hoeveel talen? 1 taal. Oh, dus helemaal nog bijleren in ieder geval. En Truus, wat doe jij? Ik ben huisvrouw. Nou, vandaar. De jongens hebben een beetje aan het vliegen daar. Dus je hebt ze mogen trainen van een dierenpark waarvan we de naam niet bekend mogen maken. Hè? Maar kijk maar naar mijn handen, hoe oud ze zijn, weet je wel. Dan weet je wel waar het over gaat ongeveer. Dus Truus en Nancy Klaver, ja! Hier komt nog een keer de loterij. Ik mag hem even heel snel zien. En dan weten we dus, hè? 1, 2, 3, 4 had u opgeschreven aan sterren. 7, 9, 12, 13, 18, 19, 22 en 23. Daarna krijgt u van mij de letters. U weet het overigens, dat is vorige week ook gebeurd. Als u nou op een bepaald ogenblik helemaal niks hebt, dat is aan het eind van de uitzending, dan is er toch nog die fantastische kans. Je zal thuis in je huiskamer zitten te kijken. En dan ineens, Pierre! Als u een geldig lot hebt, is die misschien vanavond voor u. En nu rijdt dit Japanse wonder op wielen uit Midden-Nederland wellicht naar uw voordeur. Vorige week was dat in Vianen. En die meneer was volstrekt overdonderd, want dat gebeurt. We hopen vanavond de verbinding ook te krijgen met ergens in Nederland. De auto rijdt op dit ogenblik in het centraal Nederland rond en zoekt een plaats uit. En tegen die tijd dat wij in de uitzending gaan oproepen, wordt er aan die voordeur gebeld. Misschien is het uw voordeur. Ik ben heel benieuwd met wie ik vanavond mag gaan praten. Veel wensen die we ook kregen waren met name, kunnen we en mogen we acteren, een scène spelen. De zusjes Pier uit Den Haag, Mirjam en Glenda, schreven dat. En we hebben voor hun een scène gevonden. We hebben voor hun de acteurs gevonden, Gerard Tole en Glenn Durfort. En zij gaan met hen samen de première beleven, dus u mag alle steun aan de nieuwbakken actrices meegeven in de reclamespot van een ertessoep. Hier zijn ze, Mirjam en Glenda Spier. Oké. Mirjam, je hebt het dus begrepen? Ja. Ik zeg actie. Daarna laat je de mevrouw proeven. Ja. Dan moet ze zeggen welke erwtensoep het lekkerste is. Ja. En dat is onze winterwondersoep. Weet je dat wel zeker? Schatje, in deze zit azijn. Oh, weet die mevrouw daarvan? Nee, natuurlijk niet. Die komt zo van een modellenbureau en die weet van niks. Oké, jongens, ik wil dat deze test zo eerlijk mogelijk verloopt. Ja? Oké.
Waar blijft ze? Waar blijft ze? Ja, ik weet het niet. Ja. Moet ik hier wezen? Hebben ze u gestuurd? Ja, dat hebben ze gezegd. Ik moest hier wezen, zeiden ze. Echt waar, hoor. Oh ja, ja, nou, ja, nou, ja. Wat, ja, nou, dan moet het dan maar. Ja. Ja, we hebben geen tijd. Ik ben de regisseur. Mijn naam is Valli Waarde, maar zegt u maar Ewald. Ik ken jou, geloof ik. Ik ken jou. Ik? Mij? Ewald Valli Waarde. Waldo natuurlijk, jongen. Jij woonde toch vlak bij dat brugje, het Boemakontje-brugje daar in de Paramaribo, jongen. Ik herinner je, je was zo'n klein jongetje. Hij probeerde altijd manjas te stelen bij mij in de tuin. Manjas? Mango's. Waldo, jongen. Hij heeft als kind nog bij mij op schoot gezeten, Waldo. Heet Ewald, ja? Jongen, vertel me toch niks. Je heet Waldo. Ik heb je moeder Carootje nog gekend, echt waar. Ik heet Ewald. Maar ja, wat doet dat er nu toe? Time is morning, zou ik zeggen. Ja, we gaan maar nu weer aan het werk. Tijd dringt. Gaat u daar maar staan? Waarom, schatje? Voor de test, mevrouw. Voor de test. Mevrouw, komt u wel bij mij staan? Oh, ja, natuurlijk. Moet je nog wat zeggen? Ja. Maak maar de afspraken met mevrouw, ja? Ga je gang, hoor. Nou, voor alle eerlijkheid moet ik even vaststellen dat u geen familie bent en dat u mij zelfs helemaal niet kent. Nee, schatje, ik ken je ook helemaal niet, maar hem wel, hoor. Ja, ja, oké. Voor een goede orde, u kent ons. Nee, ik ken je niet. Ja, oké, prima. Oké, jongens, camera. Klaar, geluid. Wat gaat u nou van rare dingen zeggen allemaal? Stilte op de vloer en actie. Winters Wondersoep, scène 1, take 1. Winters Wondersoep werpt een blik in de keuken van mevrouw. Mevrouw Emanuels, Frida Emanuels. Okay. Mevrouw Emanuels, wilt een van de kijkers vertellen welke van die twee soepen u het lekkerste vindt? Oh, ik mag ervan eten, bedoel je? Graag. Oh, dat vind ik erg sympathiek van je, hoor. Ja, dank u. Ik ga even deze proberen. Amica, die is helemaal koud, die soep. Stop, stop. Ja, stop. Ik stop zeker, jongen. Ik ga geen hap meer nemen van die koude soep, hoor. Glenda, doe er even warme soep bij. Eten jullie altijd van die koude soep? Nee, hoor. Ik vind het onmenselijk, hoor. Ik vind het onmenselijk. Nou, mevrouw Emanuels, de soep is nu lekker warm. Ja. Ja? Okay. We proberen het gewoon nog een keer. Ja. En nu graag goed, hè? Ja, prima. Ja, okay. Weet je wat? De volgende keer ga ik van jullie een lekker soepje. Een lekkere, hete, warme soep. Zoute soep maken, ja, nou, oké? Ja, dag. Camera, graag. Gaat u weer van die rare dingen zeggen? Stilte op de vloer. Ik zeg niks. Actie, jongens. Winters Wondersoep, scène 1, take 2. Winters Wondersoep werkt een blik in de keuken van mevrouw... Mevrouw Emanuels, Frida Emanuels heet ik. Mevrouw Emanuels, zou je een van de kijkers willen vertellen welke van die twee soepen u het lekkerste vindt? Ja, ik denk nu dat ik toch maar dit bordje ga nemen. Hè. Die was zo koud. Mag ik deze nemen? Ja, hoor. Het is een beetje te koud, hoor. Mikado, die soep is helemaal zuur, jongen. Stop, 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 stop. Je gaat me toch niet vergiftigen met zure soep, hè, jongen? Want ik ga vreselijk opboeren van die zure soep. Mevrouw Emanuels, het interesseert mij niet welke soep u niet lekker vindt. Waar het om gaat, is dat u moet zeggen welke soep u wel lekker vindt. En dat is hier de winterse wondersoep. Maar ik vind het helemaal geen wondersoep dit hoor, helemaal niet. Nou, deze soep dus niet, maar ja. Deze wel. Ja, maar die is zo koud, heb ik net geboekt. Die is erg koud, die hoor. Die is heerlijk, die is hartstikke lekker, ja? Ja, schatje. Ja. Ik wil dat van u horen. Weet je wat? Als je nou me toch op de proef wil stellen, waarom maak je dan niet een lekkere portie BB met daar voor me klaar? Bruine bonen met rijst of pom of roti, weet je? Dat wil ik wel van je proeven, hoor. Ik zal je een recept geven. Je neemt een groot stuk zoutvlees. Je gaat die maggieblokjes klaarleggen. Mevrouwtje, ik wil alleen maar van u weten wat de winterse wondersoep is. Winterse wondersoep is gewoon vieze, zure, koude soep, hoor. Dat is heerlijke, warme erwtensoep. Bieten, hè? Bieten, die heb ik niet geproefd, bieten. Deze soep in dit bord. Deze soep. Ja, maar zeg dat dan meteen, jongen. Bedoel, dan ga ik dat vieze bordje niet meer eten, hoor. Oké. U weet het? Ja? Goed, ja. Okido. Lekker eten, smakelijk, hè? Dank je wel, jongen. Als je zin hebt, mag je mee eten met me, hoor. Camera klaar. Geluid. Geluid loopt. Stilte op de vloer. Actie. Winters Wondersoep, scène 1, take 3. Winters Wondersoep werkt een blik in de keuken van... Mevrouw Emanuels, Frida, ja. Mevrouw Emanuels.
Lekker, ja. Heerlijk. Mm. Mm. Heerlijk, heerlijk. Zo, u ziet dat, dames en heren. Dat smaakt. Ik zou het even willen vertellen wat het is. Dit is winterwondersoep, hoor. Oh ja, ja? Weet je dat wel zeker? Ja, ja, zeker, schatje. Dat weet ik zeker. Omdat hij met die grote bruine vinger ging zwijgen. Dat... Stop! Ik word gek van dat mens. Kunt u nog helemaal niks? Ja, ga niet van die grote ogen tegen me uitpuilen, hoor. Een beetje beleefd zijn tegen me. Ik heb van deze soep gegeten. Je zei, je moet van eten. Ik heb eten gegeten. Jongens, nieuwe soep. Glenda, nieuwe soep. Nee, Waldo, alsjeblieft. Ik ga niks meer eten, hoor. Ik ben helemaal vol. Ik kan het niet verdragen, hoor. Ik ga vreselijk opboeren. Mevrouw, dat interesseert me niet. Ik kan het niet ver... Hoor je, het gaat al fout. Hoor je, het gaat al fout. Ogenblikje, hoor. Ogenblikje, Mirjam. Ik moet even een maagtabletje nemen, hoor. Kijk, want als je te veel hebt gegeten, moet je risttabletten nooit vergeten. Tja, maar dat is het. Dat is perfect. Zo moet het met die soep. Ja, schatje, dat weet ik ook wel. Rist werkt altijd heel erg snel. En dan is je buikje prima weg. Zo moet het. U kunt het. Maar mevrouw en Marivas, daar bent u toch voor gekomen? Daar ben ik helemaal niet voor gekomen. Ze hebben me hierheen gestuurd om de rotzooi op te ruimen straks als jullie klaar zijn. Ik ben namelijk hier de werkster, weet je. Mirjam, Glenda, Glenn en Gerard Tole, die u kunt bewonderen als mevrouw Emanuels in de VARA-film binnenkort, een zwoele zomeravond. En Gerard, is de allerlaatste keer dat je het hebt gedaan, zei het. Ik heb je er echt toe gedwongen, hè? Ja, het is waar. Ik doe het de allerlaatste keer, want we hebben heel veel nieuw talent in huis. Kijk eens even. Ik vind het prachtig. Glenda en Mirjam, uw applaus. Een warme doek. Oké, bedankt. Ik wil u er even op attent maken thuis, dat als u achter het nieuws had verwacht, dan is daar een kleine storing opgetreden. Als u nu overschakelde om naar achter het nieuws te kijken, dan moet u even helaas met ons genoegen nemen hier in Waalwijk, want wij zijn wat later kunnen beginnen. En daarom is achter het nieuws komen te vervallen. Dat is nogal een stap. Sorry voor de collega's. Maar goed, we zijn nog even bezig met een trekking en ik zal hem u nog een keer laten zien, want we waren bij de sterren gebleven. Ik resumeer voor u nu nog een keer de letters. We hebben getrokken B. D, E, H, L, M, N, O, S, U, X, Y. Dat is die trekking. Maar u krijgt hem vanavond vanwege de speciale omstandigheden nog wel een paar keer te zien. Zij zingt al jaren in een operettekoor, operettevereniging. Ze is amatrice, ze heeft hem daar leren kennen. Haar liefste wens was te mogen stralen zingend. Ze heeft zich laten beïnvloeden door de Beatles. De Beatles zoals ze waren, zoals ze nu zijn, maar ook zoals de Beatles zouden hebben kunnen zijn als het gaat om de baroktijd. Het is een fantastische wens, een fantastisch idee. Het gaat namelijk over Beatles zoals ze Help zouden hebben vertolkt als ze in die baroktijd hadden geleefd. Ik vraag u speciale aandacht voor de Beatles barok met Dia Strik. I need somebody's help.
Fantastisch. Je zou bijna vergeten dat je een deelnemster was met zo'n wens, Dia. Ja. En het is weer een bewijs dat muziek universeel is. Vroeger, nu, het kan. Beatles vertaald. Je wordt direct bijgestaan, je hebt het spits afgebeten voor je man. Ik stel hem even voor aan u, Hajo, de man van Dia. Hajo Strik, dames en heren. Dat is fantastisch, hè? Hoe voelt het? Ja, dat is leuk. Leuk, hè? Jij stond achter. Hoe voelde jij je erachter staan? Ah, het was geweldig. Ja, het was geweldig. Een hoogtepunt in het leven? Ja, toch wel. We gaan afwachten. Het warme applaus komt nog één keer over je heen en dan valt de beslissing. Luister naar ze. Ja. Inventiviteit, training, u weet het, dat is het één keer mogen stralen als ster. Voor u als publiek het moeilijke moment, want een aantal van u heeft een kastje bij de stoel, zoals u weet. En u weet daarbij dat u gaat bepalen, en let u even goed op wat ik ga zeggen, de twee wensen die voor u zouden moeten blijven, daarvoor mag u drukken. De twee wensen waarvan u zegt, ja, die hebben mijn voorkeur. En dan kunnen we precies zien waar het een beetje fout gaat. Ik ben benieuwd, u krijgt het geheugensteuntje te zien. Op dat moment kunt u de beslissing nemen. En hier is de geheugensteun middels die prachtige wand. Vanavond twee sterren met hun papegaaien. Truus en Nancy Klaver. Als zij uw voorkeur genieten, moet u nu drukken. Rekenen. Niet zoals wij, hoor. Nee, hij doet het met een bel. En we gaan hem uitproberen, want niemand zal het misschien geloven. Maar we kijken wat hij doet. Ik zal even in het publiek. Meneer, u lijkt heel erg wiskundig. Een getal onder de 10 alstublieft. De score loopt op en eindigt op 30 rond. 30 voor Nancy en Truus. Reclame voor Eftersoep, Mirjam en Glenda Spier. Als hun liefste wens u het meeste aanstond, kunt u nu drukken. Wat kan je van rare dingen zeggen? Stilte op de vloer. En... Score gaat. En het gaat meteen door. Maar dat is live. Kijk, daar is die. 20 voor de zusjes Spier. Beatles Barok, de creatie van Dia Strik. Is zij uw favoriet? Dan drukt u nu! Score gaat zich verzamelen in de computer en komt op 74! En dat betekent een harde slag. Maar zo hoort het, dat hoort ook bij de tent en de showbiz. Maar u mag ze nog meteen ontvangen, want dit is even pijn altijd. Doet even pijn. Mirjam en Glenda, kom bij me. Doet even pijn, of niet? Ja. Ja, je hebt er heel lang naartoe geleefd en dan is het in één keer afgelopen. Ja. Is het nu rustig in het hart of nog steeds heel bonkerig? Nee hoor, helemaal niet. Want je weet het moment kan komen dat je weer heel opgewonden raakt. Als je heb je vorige week gekeken? Ja. Heb je Frank toen gezien? Frank, de komiek? Ja. Je weet wat er kan gebeuren. Het land van de emoties bij onszelf is zo bizar dat als ik je aan de hand meeneem, dan raak je opgewonden. En ineens zie je ze voor je. 10 zilveren dozen. Zilveren dozen in het land van je eigen fantasie, waarvan je weet dat er één gevuld is met een cheque. De waarde ervan is 10.000 gulden. Pak de doos en je mag ze mee naar huis nemen. In de andere dozen zit of helemaal niets, of iets kleins, of misschien toch wel iets waardevols. Laat je nooit misleiden, maar luister naar de stem van je geweten en kies. U koos. Ho, ho. Zeg het maar. De ster zal het moeten zijn. De doos van jouw keuze is de ster. U koos. Ogenblik. Maar... Ogenblik. Maar u kan... Ogenblik. De ster is de doos van je keuze. Je kunt nog terug. Pierre is zo eager om je te helpen. Want stel dat er in de doos niets zit. En Pierre gaat steeds harder. Hij biedt je dit aan, je kunt zo uit het spel. Verliest niets en neemt mee naar huis wat, Pierre. Maar u kunt nu nog veilig wegkomen. Een jaar lang met de trein voor twee personen. Een jaarkaart van onze nationale gele trots. Kriskras door Nederland. Wat doet u?
denk goed na. Als de doos leeg is, denk heel goed na. Het is een geschenk wat je heel goed van pas kan komen. En de prijs is niet mis. Het is een hoge waarde. Een jaar lang eerste klas, het openbaar vervoer in heel Nederland. Exclusief de KLM-bus. Dat mag niet. Nee. Zeker weten niet. Ze kiezen de doos. Ook. Verzegeld door de notaris. Gaat hij open en kijk. En ik hoop het. Oh. Ook u zocht in deze tweede sterrenshow de cheque van 10.000 gulden. En zie daar. Het gaat gebeuren. Nee. Ja, ongelooflijk, maar het is weer niet. U koos de doos met de VARA-gids. En wat kan daarbij komen? Terugkijken, informatie, ontspanning en goedkoper dan u denkt. Hoor je wat hij zegt? Terugkijken, ontspanning. Hou je hem of verkoop je hem aan mij? Ik bied je er 500 gulden voor. Pak ze maar vast. Pak ze vast. Pak ze vast. Glenda, pak ze. Ik smeek het je. Mirjam, hou ze voorlopig even vast. Luister, je hebt 500 gulden. Luister naar je stem. De wonderenwereld van het amusement. De ziel huilt, maar het gezicht moet blijven lachen. De ziel huilt, het gezicht moet blijven lachen. Ik doe er 500 gulden bij en je hebt er 1000. Hou vast. Ik zei terugkijken. Voor u wordt het vooruitkijken. Wat kan er nou bij één VARA-gids horen? Ik doe er nog 500 gulden bij. 1500 gulden of dat wat bij die ene VARA-gids hoort. Denk na en wij kijken waar de cheque zat. Dat zullen we zien. En denk goed na wat je doet. De stem zei, en daar komt de cheque aan. Je zult hem zien, je had hem deze week niet. Een waarde van 10.000 gulden. Aan jullie vraag ik nog één keer. Luister nog één keer naar wat de stem zei. Wat kan er nou bij één VARA-gids horen? 1500 gulden of een VARA-gids, wat doe je? Wegdoen. Wegdoen. Nu wil ik het weten, nu. Nu, nu, nu. Wegdoen. Dan heb ik hem. 1500 gulden. Weet wat je gedaan hebt. Kijk me niet boos aan. Ik heb je 1500 of een vijf. Nog één keer? Ja, nee? Nu. Weten. Wegdoen. 1500 gulden. 1500. Wat hebben ze gemist, Pierre? Want wat hoorde er bij deze? Oh. Wat u wegdeed. Veel mensen kunnen al langer dan een half eeuw niet buiten. Bij die ene gids hoorde natuurlijk de andere nog uit te komen. 51 VARA-gidsen van 1985. U kreeg 1 jaar lang gratis elke week de VARA-gids. Maar gelukkig hield u het geld. Dit waren ze. De donderende ovatie is voor jullie. Glenda en Mirjam. Ik kijk even op mijn horloge en ik heb het 10:13. Thuis zit u te kijken, ik hoop dat u er plezier aan beleeft. Om 10:20 gaan wij weer van de zender af. Maar we gaan hier in Waalwijk gewoon lekker door. En u krijgt dat, en dan moet ik even op een papiertje kijken. U krijgt het vervolg van het programma te zien aanstaande vrijdagavond. Om 7:07 in plaats van de Love Boat. Dus dan komen we terug in de herhaling. En dan weten wij hier allemaal al hoe het is afgelopen. Vandaar. Heel goed. Dus we gaan voorlopig live nog steeds even door. We zijn nog bij de les. U weet het, Humanitas is een instelling waar veel mensen die het sociaal wat zwakker hebben kunnen aankloppen. En het gaat op dat ogenblik wat minder, omdat de subsidiekranen dichtgedraaid worden. Humanitas is bijvoorbeeld ook een voogdijvereniging. Er zijn veel problemen bij de generaties van kinderen
die van buitenlandse werknemers zijn. En dat komt omdat de vaders vaak opgevoed zijn in een andere cultuur dan in die westerse cultuur terechtkomen. De kinderen worden in het Westen geboren en daar dreigen dan conflicten te ontstaan. Die conflicten, daar doet Humanitas wat aan. En indirect doet u dat ook door het kopen van het lot. Ik stel u voor aan een van de mannen die de foto symboliseert, Zugar Rai. Hi Zugar. Ik heb ongeveer uitgelegd waar het over gaat. Ja. Hoe schrijnend zijn soms die gevallen? Nou, de situatie is heel problematisch. Veel buitenlandse kinderen lopen weg omdat de situatie thuis gewoon niet houdbaar is. De ouders zijn hier gekomen en toen hebben ze later de kinderen gehaald. En ze zijn terechtgekomen in een westerse samenleving die totaal anders is dan de Nederlandse samenleving. En zo ontstaan oneenigheden en de kinderen lopen weg. Daar werk je zelf bij, hè? Daar werk ik zelf bij. Ik werk als consulent bij de jeugdbescherming van Humanitas. En ik steun dus de Nederlandse maatschappelijke werkers voor deze problemen. Ja. En door deze consultatiewerkzaamheden hebben we sinds kort in Amsterdam een opvangtehuis voor islamitische meisjes. Dat opvangtehuis dat is speciaal gericht om de situatie niet al te laten veranderen, versnellend veranderen als de meisjes weglopen. Ze kunnen bij ons half jaar blijven. En daarna, in die half jaar, zouden de hulpverleners proberen om de relatie tussen thuis en de kinderen te verbeteren. Lukt het niet, dan gaan ze pas naar de regulier, zoals dit heet, instelling. Fijn, we weten waar we in ieder geval onszelf blij mee maken. Misschien wel wat 100.000 gulden, maar op de achtergrond Zugar Rai met zijn vruchtbaar werk. Zugar, bedankt voor je komst. Eén ding nog, hij was met treintjes gespeeld. In Marokko niet, maar hier in Nederland wel. Ben je een treinengek? Ja, dat wel. Geef me de hand. Ja. Dan kennen we elkaar. Zugar Rai, dames en heren. Want ik kon me niet inhouden deze week. Ik liep langs de etalage en ik zag een heel mooi treintje en ik dacht, die koop ik. Die wordt van mij. En ik noem hem Bill. Maar dat is Oscar. Die kennen we nog van vorige week. En Lee, ook van vorige week. En Lee gaat schaatsen. Over 6 weken gaat hij rijden tegen de elektrische trein. En Albert was er. En Lori hadden we. En Margriet. Maar Bill is nou mijn favoriet. Want Bill is een western treintje. En die meiden die zeggen steeds thuis tegen me, koop nou niet alsmaar locomotieven, pa, koop nou ook eens huisjes. Dat heb ik meteen gedaan, want je voelt je als vader toch een beetje schuldig en denkt, oké, niet alleen locomotiefjes, dus ook boompjes en huisjes. En ik heb de hele week zitten knutselen. Moet kijken, joh, hey. Moet je kijken wat ik heb gemaakt. Hoe vind je hem? Hoe vind je hem? Kijk eens even. Ja. Is die mooi of niet? Ik zal je even aan Bill voorstellen, maar Bill wil nou natuurlijk nooit, hè. Kom Bill, ga eens rijden. Want ik praat met Bill. Bill heeft een wagonnetje achter zich. En Bill is EO, hè. Bill ging achteruit. Kijk, daar komt hij aan, jongens, dat is Bill. En als je s'avonds hard hebt gewerkt en je komt thuis, dan ga je met zo'n treintje zitten praten. En u denkt, die man is gek. Nee hoor, want vele jongens thuis, we begrijpen elkaar, hè. Want je gaat fantaseren. En je denkt dan op een bepaald ogenblik, wat gek eigenlijk. Een westerntrein. Want dat zijn we zelf. Want wij hadden toch Nieuw-Amsterdam ooit gesticht? En dat hebben we geruild tegen Suriname. Als we dat niet hadden gedaan, dacht ik toen 's avonds, hadden er nu 250 miljoen Amerikanen Nederlands gesproken. Maar wij Nederlanders erkennen Texas, erkennen Amerika. Bij films ook. Japan niet hoor. Japan, weet ik zeker. Erkennen ze heel Amerika niet. In Japan ligt Texas tussen Osaka en Kyoto. En John Wayne, dat is een Japanner, dat is geen Amerikaan, die spreekt Japans. Gewoon, altijd al gedaan, zeggen die Japanners. Is ook zo gek met die Fransen, ook van die trotse mensen zijn dat. Die zeggen, Texas, dat is ongeveer tussen Lyon en tussen Bordeaux. En Jean Wayne is een Fransman, is niet een Amerikaan. De Jean Wayne praat op deze manier op de film altijd in Frankrijk. Je verde muziek, mon cher. Je verde, etc. Etc. Chante,
Ja, het is heel erg, zeer regisseur. Lambert, regisseur. Marcel, et cetera. Het gek is, de Duitsers, die hebben nooit Amerika in de film, nooit erkend. Want John Wayne is een Deutscher. En die zal altijd Deutsch praten blijven. Niet John Wayne, dat ligt daar ongeveer, dat Texas tussen Bad Nürnberg en Hannover. Eine Bohnensuppe. Drei stramme Maxen, Apfelchinees kunnen we machen. Himbeerenpudding. Kartoffelsalat. Und weiter haben wir nicht gemacht, die Erkünder. Wir haben die Sicht gesagt, aber weil sie haben. Spargelfuhr. Het gekke is, als je dan nadenkt eigenlijk, als we dat Suriname nooit geruild hadden tegen Amerika, dan had het straatbeeld er natuurlijk nu ook heel anders uitgezien in Amsterdam en omstreken. Als je dan op de bus stond te wachten, zag je ineens dit gebeuren. Heel eenvoudig. De bus kwam en daar stonden ze. Een checkie te draaien. Wachtend. Op de bus. En hoe zou dan Amerika er nu hebben uitgezien? Ook anders natuurlijk. Want cowboys waren dan gewoon koeienjongens geweest. En de prairie was de weide. En als ze gingen schieten, dan gingen ze schieten. En geen gundown. Dus het gekke is, al die mooie woorden met die romantische liedjes, die kloppen niet meer. We vinden ze nu mooi. Maar hoe hadden we ze gevonden als die Amerikaanse Nederlanders waren geweest? Dan had zo'n Amerikaanse cowboy anno nu er zo uitgezien. En dan had hij dit liedje gezongen. Wat leuk. Jongen, 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 wat een leuke tijd. Ik zou wel willen, maar ik heb geen tijd. Jongen, 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 wat een leuke tijd. Ik zou wel willen, maar ik heb geen tijd. Ik ging laatst naar een bakkerij, toen kwam die leuke meid voorbij. Ze keek me guitig lachend aan, maar ik durfde er niet heen te gaan. Jongen, 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 wat een leuke tijd. Ik zou wel willen, maar ik heb geen tijd. Jongen, 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 wat een leuke meid. Ik zou wel willen, maar ik heb geen tijd. Als ik haar zie, krijg ik een kick. Ze houdt van cookies, net als ik. Dus ga ik naar de bakkerij. Maar kussen is er nog niet bij. Jongen, 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 wat een leuke meid. Ik zou wel willen, maar ik heb geen tijd. Jongen, 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 wat een leuke meid. Ik zou wel willen, maar ik heb geen tijd. Zo'n cowboy heette gewoon Bobbejaan Schoeken en zong zijn liedje in het Nederlands. En als ik dan met mijn treintje speel, dan zit ik te kijken en dan denk ik, ja, het zijn allemaal gewoon natuurlijk boeren daar in Amerika. En ik kijk naar mijn trein en ik zie ze staan voordat ze moeten instappen. En wat klinkt zo'n liedje dan heel anders op zijn Nederlands, dat Amerika van ons. Een koeienjong, het lied van Wilde Westen. Van zuid of noord, of oost geen woord, alleen maar van het Westen. De romantiek, zit in de riek, zit in de riek. Mij hoeft hier nooit te messen. Het gras blijft groen, geen moord te doen. Hier in het Wilde Westen. Je houdt hier geen kippen en geen hennen, je poot geen suikerbiet. Maar hier de hippe indianen, die hij in Bolsward niet. Hier wordt per hoofd een bang beroofd, nadat ze één keer flessen. Rodeo hier, door jou een stier, je moet geen peer verpesten. In een saloon. Daar doe je toch het beste. De hele sfeer maakt dat ik zweer. Wij woesten wilde westen.
En mijn treintje staat onder stoom te wachten. En alle films die er gemaakt zouden worden in Hollywood, zouden nooit meer ondertiteld worden. En ik laat mijn trein vertrekken en ik weet dat er achter de bossies de Indianen wachten voor de filmopname. En daar gaat mijn trein rijden. En ziet wat er gebeurt. Zo direct. Jullie niet lachen. Machinist, niet uit de raam leunen. Wij gaan door. Scène 1, take 3. Zoals je kunt fantaseren als het om treinen gaat. Ik zal voor u dan de trekking herhalen van afgelopen zaterdag. Hier komt hij. Dan kunt u meteen nog mee, maar wist alles al natuurlijk. Ik heet u opnieuw van harte welkom. U begrijpt er alles van. We zijn nog steeds lekker bezig. U heeft er een paar nachtjes over kunnen slapen. Wij niet. Wij gaan gewoon door. En voor u is het toch weer met wat lekkers erbij op vrijdagavond. Toch weer zaterdagavond. Hier komt hij. Dat was hem van vorige week. Nog even, als je de krant hebt gelezen, bijna niet nodig. U ziet hem. Het heeft bijna geen enkele zin. We gaan door, want ook thuis wilde u weten wie nou afgelopen zaterdag natuurlijk de zaak gewonnen heeft. Dat weten wij hier op dit ogenblik nog niet, dus we zitten hier vol in spanning. Dames en heren, tot zover de trekking. Ik ga ze aan u introduceren. Let op, daar komt ie. Ja! Trus en Nancy, je ziet ze staan. Dio. Dia, sorry, en Hajo, daar sta ik. Ik hoef niks meer uit te leggen. Het enige wat ik zeg is, je hebt 50 gulden zakgeld. Als je een aanbieding voorbij ziet komen, dan ram je op de knop. Jij mag de hand niet op de knop hebben, Truus. De knop moet altijd los zijn vanwege het ontkoppelen. Als je de aanbieding weggeeft, betaalt de tegenpartij ervoor. Hou je hem, betaal je er zelf voor. Nu even opgelet, thuis ook. We spelen wel degelijk, dat heb ik vorige week misschien niet goed laten blijken, drie categorieën, namelijk steden, namen van steden, namen van personen en dingen die te maken hebben met treinen en vliegtuigen. Maar we spelen ze door elkaar heen. Dat maakt het moeilijk. Wie gaat er naar de trap? 50-50 is de eerste stand. Hier komt het eerste woord. Aalsmeer. Vijf erbij. Epe. Epe wordt er gezegd en je had gebeld. 55-55. Barend Steenberg. Bernardien Steenberg. Berdien Stenberg. Vijf erbij. Postagentschap. Postagent. Ik wil hem zien nu opstijgen. Vijf gulden aan de andere kant. Stand 60-60. Aanbieding gedrukt.
60 gulden hebben jullie in kas, tegenpartij ook 60 weggeven. Gulden. Weggeven. Nou, je bent wel erg snel zeg, met het weggeven. Je weet niet eens wat je weggeeft. Daar gaat hij. Wat gaan ze weggeven, Pierre? U gaf weg. Kom maar door met deze aanbieding. De toekomst in huis. Een zeer geavanceerde met alles erop en eraan huiscomputer. En de prijs voor u is 4 gulden. Voor 4 gulden is die weer. Hajo, en... En ik kan niet helemaal met jou. Let op aan de knop. Het volgende wordt... Taxiën. Taxiën is correct. Ruud Gullet. Ruud Gullet is correct. Aanbieding. Gedrukt, Treus en Nancy. 70 gulden weggeven. Hebben jullie. 70 gulden hebben jullie, 56 voor de buren. Wat doe je? Weggeven. Wat gaan ze weggeven? Oh, de winterse Hollandse dagen. De mens heeft het nodig. Worst, wortelen, uien en aardappelen. Hutsport voor het hele gezin. Dit eenpansgerecht kost u een prijs van 0 gulden. Let op, daar komt de volgende. Hand aan de knop. Raam. Raam, zeg je. En we gaan kijken voor je. Rome, 5 gulden naar de buren toe. Maatje van Wegen. Je loopt in. Stand 70 en jullie 66. Heel spannend. Wie naar de trap? Stuntvlieger. Stuntvlieger. Wie naar de trap, zeg ik. 71-70. Aanbieding, ja, wat doen we? Nou, jullie zijn vrij stil in de zaal. Ik weet niet wat ze moeten doen. Houden of weggeven? Houden. Ze houden. Op 70 gulden houden ze wat, Pierre? Dit is de spiegel van uw gedrag. Zie hoe u op deze aanbieding reageerde. Hij toont u het beeld. Een heuse videorecorder. En wat gaat dat kosten? 8 gulden. Voor 8 gulden is hij binnen. Houd de knop maar vast onder de tafel en daar gaan we. Volgende woord. SOS. SOS, we gaan kijken voor je. Os gaat naar de buren toe. 76 voor de buren, 62 voor jullie. Robert Stolz. Correct, je loopt uit op dit ogenblik. 81 voor jullie, 62 voor de aanbieding en gedrukt. Weer is het Nancy. Weggeven. Ze gaat meteen weggeven, Pierre. Wat gaan ze weggeven? Oei, 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 oei. Wat schaft de pot vanavond? Dat is deze aanbieding. Maar niet het eten staat centraal. Nee, nee. Deze verzilverde 160-delige cassette. En die kost u een prijs van 10 gulden. 10 gulden eraf. 71, 72, voordat het eerste woord komt. Concentreer je. Daar gaan we. Wie gaat er naar de trap? Ruud Lubbers. Ruud Lubbers, 5 erbij. Ingrid. Ingrid. Nee. Die gaat ondergrondse. Nee, die is te laat. Ingrid was het eerste woord. Gaat naar de buren. Helaas, hard zijn. Ja. Boemeltrein. Boemeltrein is correct. Jullie lopen uit. 86 tegen 2. En gedrukt. Nu is die voor jullie. 86 gulden in kas. En wat doe je? Houden. Je houdt op 86 gulden. Wat, Pierre? Het kan niet op vanavond. U hield een plaatje van een fotocamera. Volautomatisch. Automatisch de prijs. Hij kost u een prijs van 9 gulden. 9 gulden kost de fotocamera. Stand 77-62. Nieuwe woord. Gedrukt. Zeg het maar. Gedrukt. Ik ben hem kwijt. Laat maar. Naar de buren. 67. Jouwere was het. 10 punten verschil. Wie gaat er naar de trap? Prinses Margriet. Uitstekend. Jullie lopen weer in. 72-77. Denk aan de categorieën. Rangeerder. Let op. Beslissend wellicht. 72 voor jullie, 77 voor de buur. Wat gaan ze weggeven, Pierre? U bent bij de tijd. Ja, ja, zo'n aanbieding laat je toch eigenlijk nooit lopen. Iedere morgen herinnert u aan een nieuwe gezonde dag. U krijgt een wekker. En de prijs daarvan is 4 gulden. 4 gulden voor de wekker. 73, 72. Let op, daar komt-ie. 1 punt, nek aan nek. Wie naar de trap vanavond? Niemand heeft hem. De voorlaatste, let op. Zangeres onder naam. Ja, de stand nu is 77-73. Het kan nog, de laatste komt, druk. Je hebt gedrukt. Wat wordt? Asfalt. Asfalt, dan verspeel je hem. Sophia, de winnaars op 1 punt. Een sterrenshow voor Diane Hajo-Strik.
gast. Het was een gok dus. Ik gokte hem op Sofia. Ja, jammer. Maar in ieder geval, luister ook nog terwijl ik afscheid neem. Het was een gok wat je toch nog mee naar huis neemt. Buiten alle plezierige ervaringen. Een sterrenshow voor Truus en Natsy Klaver. Veel plezier, een heerlijke ervaring. En de prijs die u mee naar huis neemt is een videorecorder en 77 gulden. Leuk dat jullie erbij waren. Uw sympathie voor Truus en Natsy Klaver. Ook ik heb mijn wensen, moet ik u zeggen. En die wensen hebben vaak te maken met dingen die soms niet te verwezenlijken zijn. Maar ik mag ook meedoen wat de wens betreft. En ik moet u zeggen, de laatste keer dat ik er tegenkwam was bij het Edison Gala in Utrecht. En dan liep ik alsmaar om er heen te draaien, weet u wel. Want ja, ze is heel beroemd, ook uit Amerika komt ze. En ze kan heel, heel, heel mooi zingen. En ik durf het nauwelijks te vragen, maar ik wou zo graag een duetje met haar doen. Maar de regisseur toen zei van het Edison Gala, dat kan je niet vragen, want het is niet jouw programma. Nou, zei ik, wacht maar af tot ik dan mijn eigen programma krijg. Want dan is het mijn wens. En vanavond is het zover. Ik ga het gewoon doen met haar. Dames en heren, ik stel u voor aan Miss America, Dionne Warwick. Ja! Yeah! Would you like to be on the stool? Hello, how are you? I'm fine. How's your arm? You have a very... Ja, dames en heren, ze heeft een tennisarm. Het is een soort virus ineens opgekomen. En ze kan nauwelijks de arm bewegen. Maar you are a little bit in love with me. Of course. And that's why you stayed. Absolutely. Daarom is ze gebleven, ja. En voor u natuurlijk. I'm so happy that you're here. I am too. I really am. I've missed you. Ja, you are living in my caravan, yes. Hè? Ja, ik heb er in huis genomen, hoe vind je dat? In mijn caravan. John, just one question. Yes. I didn't dare to ask you in May, in the Edison Gala, but could we do, because it's my show, I'm the boss now. Yeah. Can we do the duet on Heartbreaker? I'd love it. To yes. Meet with me? Absolutely, yes. Ladies and gentlemen, I introduce you, John Warwick and William Rise in Heartbreaker. Heartbreaker, all right.
had to be a heartbreaker when I was being what you want me to be. Suddenly everything I ever wanted has passed me by. Perfect! Eric! My dear! Eric! Bravo, bravo, bravo! Yes, it is. Oh, it's great. Will you do? I'm your heartbreaker. Will you do me one more favor? Yes. It's impossible to say. It's onmogelijk te zeggen, want ze heeft het net laten blijken. Maar het heet Do It For Us All. Without My Love. But it's there. John Warwick, yeah! Thank you.
Heerlijk. Dames en heren, John Warwick! Oké, Hans. We gaan, jongens. We gaan goed. We gaan goed. Kan niks gebeuren. Over 6 weken ben ik klaar. Oké. Ho. Hou me vast. Gaat goed. Komt niks voor me uit. Over 6 weken ben ik klaar tegen de diesel. Ho. Oh jee. Geen zetje hoor. Gaan we er. Oh nee. Ho. Ik kan er nog niks van, maar ik ben begonnen nu. Oh jee. Dan moet ik wel die trap op zien te komen. Ik heb het gehaald. Over 6 weken ben ik klaar, Diesel. Dan schaats ik je alle kanten uit. Hier komt de totale trekking. Kun je even de rolschaats uit doen? Niet te hard. Zal maar even zo staan. Oké, jongens. Ja, ik hou me vast. Kijkt u ondertussen even rustig naar de trekking die we afgelopen vrijdagavond voor u gemaakt hebben. Dat is heel gevaarlijk, dan sta ik op 1 been. Gelukkig, grond weer. Dat was hem. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23. Dat hadden we allemaal al opgeschreven, hè, jongens. Maar, toch nog maar even voor de volledigheid. BDE, HLM, NOS, U, X en Y. De extra trekking, oh jongen. Kokette laarsje even aan. De extra trekking. Nou, dat wordt heel moeilijk. Laat maar zo. Ja, kom maar wel. De extra trekking van de notaris was in totaal. Ja, eens even improviseren. 339. 339 dus. Live was dit afgelopen vrijdagavond. Dat is dus dit ogenblik dat ik nu praat. Dat we verbinding zoeken in Nederland, waar iemand, als hij een geldig lot van deze week kan tonen, een auto wint. Daar wordt gebeld, op dit ogenblik. 48, 1048, we zijn benieuwd. Doe even mijn schoenen aan. Willem? Ja? We zijn vandaag in Assen. Op ja. De, hoe heet het? Pakkalinina nummer 46. Goedenavond, meneer. U bent nu live in de uitzending van de Sterrenshow. Oh, wat ben ik benieuwd. Mag ik u een koptelefoon opzetten? Heeft u direct contact met Willem Ruijs? Ik ben zo benieuwd, hè. Hij krijgt nu een koptelefoon op. Wat leuk, hè. Hij krijgt de microfoon erbij. Kunt u me horen? Ik zou zeggen, ga even naar binnen toe. Daar gaan ze. In Assen, in de Paganini-straat. We lopen nu naar binnen. Ja. We zijn in de huiskamer aangeland. We zijn in de huiskamer, inderdaad. Hij kijkt eventjes televisie. Hij kijkt inderdaad naar de televisie. En niet naar de Sterrenshow op dit ogenblik, want die is uit de ether. Maar we hebben toch nog contact, omdat we een straalverbinding hebben. Ik zal hem de vraag nu stellen. Meneer, Willem Ruijs gaat u nu even een vraag stellen. Ja, als jij hem de microfoon geeft, dan kan hij praten. Ja. Hoe heet u? Ik heet Roelof Wiekema. Ronald? Roelof. Roelof Venema? Wiekema. Wiekema. Jawel. Wiekema. Goed zo. Roelof, hier Jawel. Volgt de vraag. Ben je of bent u in het bezit van een lot van Humanitas? Ik heb helaas geen koken, maar ik had ook. Oh. Ik heb ook leven nodig. Dan heeft je, Roelof, dan Jawel. Heb je geen auto. Dat is heel jammer dan. Ja, dat is heel jammer, jong. Nou ja, ik heb de aanlekkering ook gehad, maar... Volgende week maar weer proberen. Misschien dat ze weer in de buurt komen. Het is een keihard spel. De auto rijdt terug naar Midden-Utrecht. Ik troost je met de gedachte dat er alle kans was. Oh. Heavens. Ja, zonde, hè? Ja, die kan niet. En zit er niemand in de familie van de familie in de kamer? Mag niemand meer bijkomen, hoor, want het is afgesloten. Nee, mijn moeder zit hier. Je moeder? Ja. Heeft die een lot? Nee, ook niet. Moedertje toch. Ik neem afscheid van jullie. Het is keihard, maar dat zijn de regels. En zo wordt het spel gespeeld. Je mist, luister nog één keer naar Pierre, wat je mist. Het is hard. Pierre. Wat u mist is het Japanse wonder op wielen. Willem, we gaan toch even naar buiten kijken. We gaan even nee hoor, ik vind dat we wat ver gaan om nu naar buiten te gaan kijken. Okay. U weet het, dames en heren, thuis.
U weet het, de Sterrenshow is een heleboel sensatie, is medemenselijkheid, is gevoel. Maar we moeten aan de spelregels voldoen, dus zorg dat u hem volgende week wel in huis hebt. En dat is morgen al. Morgen al, zaterdag, als de derde Sterrenshow komt, dan moet u hem in huis hebben. Loop nog even naar het postkantoor, want u weet het, de Sterrenshow is met elk lot een beter lot. Juist, daarom. Dia, we lopen de cirkel op, een trap. Dit wordt hem, dit wordt de knal. Kom een beetje bij me staan. Ja, dit wordt hem, hè? Ik hoop het, Willem. Ik hoop het, Dia, ik hoop het. We gaan er met z'n drieën hard voor vechten. Als u vorige week niet hebt gekeken, dan merkt u vanzelf hoe de spelregels zijn. Het is heel eenvoudig, 5 treden, 10 minuten, 5 opdrachten. Ze zijn allemaal in orde te krijgen door alle hulpmiddelen die hier aanwezig zijn. Je mag onderweg stoppen, je mag doorgaan. Als je 5 treden binnen 10 minuten hebt gehaald, dan gebeurt er iets wonderlijks. Maar dan gebeurt het met je, denk ik. Luister. Natuurlijk, heel ja. Nederland sprak erover. 50.000 gulden in 2 koffers verdeeld. Dat is de beloning voor 5 treden spanning. Veel succes! Dat zijn ze. Ze worden even opgeborgen in de kluis. En je ziet dan meteen waar de kluis is. Anita en Judy brengen de koffers naar binnen. Wij zullen meteen even kijken hoe dat eruit ziet. Kijk eens even aan. En daar staan de 5 treden en de 5 opdrachten. Het is heel eenvoudig. De tijd stopt op het moment dat je bepaald hebt of je doorgaat of stopt. En dat ik de nieuwe, willekeurige, opdracht in handen krijg. Ik zou zeggen, eerst maar even vragen voordat de tijd gaat lopen. Voor hoeveel gulden gaan we de eerste treden spelen? Want stel je voor dat je daar al moet stoppen, dan heb je als je hem afmaakt 5.000 gulden. Niet mis. Let op, het spel gaat nu beginnen. Welke opdracht wordt het? Overleg maar even en daarna zal het heel snel moeten gaan. Ja, 1. 1 wordt het. Ik krijg opdracht 1 en hij gaat lopen op het moment dat ik nu hem in handen heb. Wat is de naam van de eerste kibboets die in 1909 in Israël werd gesticht? Hallo! Encyclopedie, telefoon. Je mag er gebruik van maken. Ik herhaal de vraag. Wat is de naam van de eerste kibboets die in 1909 in Israël werd gesticht? Dia is aan het zoeken onder de K van kibboetsen, denk ik, in de encyclopedo. En Hajo is aan het bellen. Wie bel je, Hajo? Ik bel mijn buurman. Je buurman bel je. Die zit er niet in. Oh jee. Hij is in gesprek. Probeer anders op te zoeken in een telefoonboek. Dat weet ik eigenlijk ook niet, het consulaat. Ik heb geen idee, de vragen worden ons in de hand of in de schoot geworpen. Kibbutz. Een kibbutz is een Israëlisch type nederzetting waarvan inwoners. Het is een soort, je gaat snel, hè? Op een van onze positie. Ga maar door, we moeten erbij staan. Het komt vanzelf. Wat gemiddel... was het ook alweer precies? De vraag luidt, wat is de naam van de eerste kibbutz die in 1909 in Israël werd gesticht? Even kijken. 1909, de eerste. Daar begint hij. Laten we kijken. Geef het op. Hè? Hier. Je geeft het op, waar? Degania. Ja. Luister. Nee hoor. Ja, kom op, dat is hem. Degania, kom. Ga je door of stop je? Ga je door of stop je? Overleg. 8:25. We gaan door. Wat wordt de opdracht? Ik wil hem nu weten. 2 wordt de opdracht. Tijd stopt als ik de opdracht in mijn handen heb en dan pas kunnen we doorgaan. Juist, 2 heb je. Mooi zo, zeg. Als je nou was gestopt, wat had je dan genomen? 5.000 gulden of de prijs, jongens? Even snel. 5.000 gulden. Wat hadden ze dan niet gehad, Pierre? Oh, stelt u zich voor dat we wat moeten stoppen. Dat was er van u geweest. Ik kan het nauwelijks zonder tranen in de ogen zeggen. Voorheen de vuurrode lotto-mobiel. Terug in de Sterrenshow waren 10.000 gulden. Die had je dan gehad, maar je gaat door. We gaan vragen en de tijd gaat weer lopen. Voor hoeveel geld steken we ons nek uit bij de tweede treden met 8:17 aan tijd? 250 gulden. De vraag luidt. Hou dit draaiorgel ten minste 25 seconden mooi spelend. Hallo, dat is een zware. Hou dit draaiorgel ten minste 25 seconden mooi spelend. De notaris zit achter met iemand met absoluut gehoor. Neem over, Hajo. Ja, neem over.
Drie wordt het. Drie krijg ik. Snel. Dan kan de tijd stoppen. Wat fantastisch. 7 minuten. Ja, stop de tijd. 6:53. Dat is verschrikkelijk veel. Daar gaan we, jongens. Je had een bedrag gehad. Ja, want dit spel gaat keihard door. Van 5250 gulden. Als je was gestopt, had je het geld gehouden of de prijs? Nee, we hadden het geld gehouden. Je had het geld gehouden. Wat hadden ze dan in plaats van de prijs gehad? 5250 gulden. Hij past bijna in uw rugzak als u gaat winkelen. Klein, handig, maar vooral zuinig. U hoeft de naam niet eens te noemen, u kent hem. Deze fantastische auto, die mist u waarde 14.000 gulden. De vraag luidt, en daar gaat de klok weer. Voor hoeveel geld steken we ons nek uit? 750 gulden. De ringspiraal staat klaar voor je. Ga je gang. 6 minuten 53. Terug. Concentreer je op alle tijd. Alle tijd. Derde trede zitten we al. Stilte alstublieft in de zaal voor Veren. Even stil alstublieft in de tent. Dit is echt heel moeilijk. U hebt nog 6 minuten. Terug. Snel terug, snel terug, snel terug. Hou vol, hou vol. 6 minuten. Oh. Ik moet even proberen. Neem anders direct over. Ik mag helpen bij dit spel, maar ik durf het je niet aan te doen als ik het niet kan. Terug, ja. Terug. Ik mag ook helpen, maar ik durf het niet aan te doen als ik het op mijn geweten heb. Oh, mijn hemel. Ik tril nog zo. Jij trilt van het orgel. Ja. Hou vast die. Ik wil hem één keer proberen. Nog precies 5 minuten. Moet ik weer? Mag niet. Kan je weer? Ja. Hou even stilte alstublieft, want dit is echt heel erg als dit zou gebeuren. Dat zou ik verschrikkelijk. Neem hem overhand. Oh, wat verschrikkelijk. Alsjeblieft stilte, alsjeblieft. Hou vol, hou vol, hou vol. Ho, terug, terug, terug. Snel, alsjeblieft, de tijd loopt. 4. Het ging goed, ja. 10. We hebben nog 4 minuten en 10. Anders zijn we alles kwijt. Het kan, het gaat goed. Nog precies. Gaat goed. Nog 3 minuten. Ja! Ga je door of stop je? Ga je door of stop je? Overleg. Overleg. Eentje nog. Weet het zeker? Zeker. Echt waar? Snel. 4. Stop. 4. Snel. Stop de klok. Wat had je gedaan als je 6.000 gulden had gewonnen? Het geld of de prijs? Snel even. Nou, nu geld. Nu had je het geld genomen, de prijs. Wat hadden ze dan niet gehad als prijs als ze het geld hadden genomen? Even snel, Pierre. Oostwest, Thuisbest. Dan had u bij oom Piet in Waalwijk thuis kunnen gaan kijken. Hij had u geholpen bij het totaal nieuw inrichten van uw woning. En dan had u kunnen blijven uitzoeken totdat de kassabel 15.000 gulden aan had gegeven. Maar dat was nog niet alles. Daar komt hij. Om hoeveel gaan we spelen? We hebben nog 3-12 in hoop dat je het haalt.
4000 gulden. Vraag luidt. De klok gaat lopen. Waar in Nederland werd vannacht de laagste temperatuur gemeten? Hoeveel graden was dat? Waar in Nederland? Bel met het KNMI of met Jan Pelleboer. Kranten. Jongens, ga eentje bellen. Wie kan ik bellen? Wat is het nummer van Pelleboer? Weet iemand het nummer van Pelleboer? Het weerbericht. Hè? Daar staat het weerbericht altijd. Het weerbericht, denk ik. Concentreer je rustig nog. We hebben nog tijd. Maar het weerbericht is het belangrijkste. Het uitgebreid weerbericht. Zoek hem na. Ik zoek mee. Nog precies 2 minuten en 30 seconden. Maar het weerbericht, matig het strenge voor. 15 graden op vliegveld Twente en Delen. Stilte, is fout. Het wordt gedrukt. Graden in Eelde. Ja, kom! Stop en doorgaan! Wat doe je? 2-5, stop in hemelsnaam. Stop, jongens, want stop de klok. Ze zijn gestopt. 2:02. Want dat, jawel, ik vind het belangrijk om te stoppen. Want wat had de opdracht geweest? Ik wil hem nog wel even zien. Ja, oké, Marjolein. Wat een spanning is dit. Dat had geweest een gat in de muur. Ik had hem even gauw laten zien. Laat de zak met ballen maar even zien. Anita, je staat bij de hoek van de trap. Pak de zak maar even. Bij de muur staat hij. Staat bij de muur. Nou heb je met je handen. Die zak, Anita, dat is helemaal nieuw voor je, lieverd. Dat heb je ook niet gerepeteerd. Deze zak met ballen had door de muur gemoeten. Dan loopt ze weer van me vandaan, alsof ze bang is. Gaat ze weer in die kant staan? Nou, dat kan even wachten. Ja, dat hoeft niet. Nee, ik wou het alleen even voordoen. Hallo? Ja. Kom even gauw achter het muurtje. Ik ben zo terug, jongens. Nog even, ja. Deze zak had er doorheen gemoeten en die ballen erbij. Dat was een waanzinnige klus geworden. Ja. Ze zijn gestopt, maar luister en huiver wat er nu gaat gebeuren. 10.000 gulden, ja. Die mag je houden. Of je mag nemen de linkertunnel. Je krijgt een schot voor de boeg van Pierre. Adja, shampoo, ketchup, tauge, saté. Als u de boodschappen doet, weet u precies wat ik bedoel. Denk je? We houden het geld. Je houdt het geld? Ja. Je krijgt een schot voor de boeg van de rechtertunnel van Pierre. Het is en blijft kamperen. Maar in wat voor tent? Nee, laat. Doe je ook. Nee. Je neemt in ieder geval niet rechts. Laten we zien wat je niet hebt genomen uit de rechtertunnel. Pierre, ga je gang. Uit de rechtertunnel. Het is en blijft kamperen, zei ik. Maar dan in deze tent. We zullen het u besparen. U had een model als aandenken aan de sterrenshow gekregen met een waarde van 15 gulden. Dat heb je niet. Je hebt wel 10.000 gulden. Of nog één keer een schot voor de boeg. Daar gaat hij de laatste keer. Atja, champoer, ketchup, tauge, saté. Als u de boodschappen doet, weet hij heel goed wat ik bedoel. Je mag doorgaan, Pierre, want ze nemen het niet. Er is. Atja, champoer, ketchup, tauge, saté, zei ik. En ook zonnebrandolie. Ja, ja. Onze nationale trots. Betrouwbaar in de lucht en geheel verzorgd. Betrouwbaar op de grond van Indonesië. Zij letten op de prijzen. Een 14-daagse geheel verzorgde rondreis door Indonesië met een waarde van 20.000 gulden hebt u niet. Maar wat ze wel hebben is 10.000 gulden. Een ovatie van u allemaal. Morgenavond alweer een sterrenshow op Nederland 1. U weet het, de VARA en Humanitas. Met elk lot een beter lot. Dit was vorige week vrijdag. Morgen zijn we er weer. Dank u wel. Sterrenshow heeft ook vanavond weer mensen de kans gegeven. U zag Cruz en Nancy Klaver, de zusjes Mirjam en Glenda Spier en de winnaars Biel en Hayo Strik. Wat zij gewonnen hebben is een huiscomputer, hutspot, een 160-delen cassette, een fotocamera, een wekker en 10.078 gulden. Proficiat.